Goedemorgen, het is vandaag donderdag 26 juli en het wordt zelfs voor Tessel echt heel warm. Dus het is nu iets na 7:30 en ik ga nu Wammes even daar uit het land halen. Want ik ga hem nu maar rijden. We zouden eigenlijk zondag wedstrijd hebben hier op Tessel. Maar dat gaat dus door de warmte niet door, dus dat is wel jammer. Maar goed, ik snap het ook wel, want ja, die hitte is voor die beestjes ook niks. Ik hoop dat ik nou te zien ben trouwens met de zon. Ik ga wel even zo lopen. Nou kijk ik alleen wel in de zon. Daar is Wammes, dus die ga ik zo lekker halen. Het enige voordeel is nu wel dat we weer wat langer hebben om nog te oefenen. En Lisette, die is nu ook gezellig op stal. Daar zou ik dus gisteren eigenlijk mee oefenen voor de wedstrijd. Maar ja, dat gaat nu dus ook niet door. Maar goed, zij gaat wel lekker vroeg rijden ook. Dus kunnen we gezellig samen. Ik heb eergisteren les gehad. Dus hij zal nog wel een beetje spiepijn hebben. Want hij was ook al best wel eens een beetje stijf. Vooral rechtsom wilde hij niet echt inbuigen. Dus nou, daar gaan we nu lekker verder aan werken. En ik ga hem nu eerst eventjes uit het land halen. Hey Kel. Wammes met zijn pony Megan. Ja, dat is jouw schatje. Oh, wat een vliegen, jongen. Zometeen maar even vliegenspray doen. Kom maar. Ga je mee? Kom maar, knul. Hey mee? Met zijn roze springschoenen. Nou, we hebben lekker van die buitenpaddokjes hier. Dus dit is zeg maar, dat zit aan zijn stal. Want daar is de stal. En dan zal ik even laten zien. Is dit zeg maar het buitenpaddokje. Dus hier kun je gewoon super lekker poetsen in de zomer. In de winter zet ik hem natuurlijk wel in zijn stal. Maar in de zomer dan kan je hem gewoon lekker hier neerzetten. En daarachter, daar is ook gelijk de zadelkamer. Dus ik hoef ook niet ver te slepen. Maar hij heeft er wel een beetje vies gemaakt. Nou, dit gaat nog, maar Wammes toch heeft hij wel lekker een vlek gemaakt. En hier heeft hij denk ik op geslapen. Hé, ventje, ben je een beetje vies? Ben jij een beetje vies? Wat heb je nou gedaan? Gaan we eerst maar eens poetsen, hè? Dus ik ga eerst de poetskist maar eens even halen en dan daarna opzadelen en lekker rijden. Niks zijn opgezadeld en dus wij zijn er klaar voor en kijk eens wie hier braaf ligt te slapen. Hey Droppie. Hallo Nila. Lekker liggen. Ja, zij ligt hier altijd lekker in het hooi als ik ga rijden. Dus dan kan ze lekker alle aandacht ook weer krijgen van iedereen die de stal binnenkomt. En wil je nou ook een video over mijn opzadel- en poetsroutine? Laat het dan hieronder in de reacties even weten, want dan maak ik daar natuurlijk een video over. Over hoe ik dat allemaal doe en welke spulletjes ik heb en wat ik gebruik. En Wammes. Hij heeft er geloof ik wel zin in. Nou, wij gaan rijden, want hij is er geloof ik wel klaar voor. Dus let's go. Oh ja, nog één ding voordat ik opstap. Ik rij Wammes nu tijdelijk weer met een stootteugel. Zal ik even laten zien. Die loopt zo van het bit naar onder de singel. Wel misschien vanaf de andere kant dat je het beter kan zien. Die zit zo aan het bit en die loopt naar de singel. Wel in overleg met mijn instructrice, met mijn trainster. En dat is misschien wel even goed om te zeggen. Als je met een bijzetteugel of een stootteugel of wat voor hulpteugel dan ook gaat rijden, doe dit dan wel altijd in overleg met je instructrice. Ze proberen hiernaast trouwens paard in de trailer te krijgen dat niet wil. Dus trek je daar even niks aan. Want het is altijd belangrijk dat je het wel in goed overleg doet en dat je hem goed gebruikt. Want anders kan je er heel veel mis mee doen. En ook vooral dat hij dus tijdelijk is. Een hulpteugel mag nooit iets... Ja, permanent zijn en dat je hem dus niet meer zonder kan rijden. Ik gebruik hem nu weer omdat hij eigenlijk heel zwaar wordt in de hand. En ik hem dan slecht op het achterbeen krijg. En hij eigenlijk heel erg gaat sterren kijken. En ja, zijn rug echt hol gaat maken. En hij is gewoon een beetje lui af en toe. En voor mij wordt het dan voor mijn rug veel te zwaar. Want ik heb ook scoliose en ja, dat doet mij dan te veel zeer.
Dus we hebben hem daar nu weer even mee aan. Hij kan er niet op hangen. Het doet eigenlijk niks verkeerd. Het werkt alleen in als het moet. En de meeste keren hangt hij gelukkig gewoon slap. Dus het is weer eventjes tijdelijk. Ik denk misschien een week of twee. En dan kunnen we hem wel weer zonder. Dus voordat je allemaal reacties gaat plaatsen van dat mag niet en dat is slecht. Denk daar dan eerst even over na waarom ik het doe. En dat ik het dus wel in goed overleg doe met mijn trainster die echt wel weet wat ze doet. Dus nu gaan we echt rijden. Maar we zijn weer klaar. Ik heb niet heel lang gereden en lekker veel gestapt tussendoor. En we zijn weer een beetje aan de basis aan het werken. Dus echt dat hij goed op mijn hulp reageert. En echt weer goed het onder blijven treden in het basistempo. Oh, zie je wat? Klik hierop. Knappert. En ging eigenlijk best wel heel fijn. Ik vond hem met de les vond ik hem heel stijf op rechts. Maar nu viel het eigenlijk reuze mee. Dus wie weet hebben we de spierpijn er toch wel uitgereden met de les. Dus dat zou mooi zijn. Zij voelde nu eigenlijk gewoon heel goed. En ik loop nu weer terug naar de stal. En dan ga ik hem even lekker afsponsen, want dat heeft hij wel nodig zo na die warmte. En dan laat ik hem wel echt even eerst opdrogen in zijn stal voordat ik hem weer naar buiten doe. Want anders dan gaat al dat water staan koken op zijn lijf en dan werkt het eigenlijk averechts. Dus dat ga ik nu eventjes doen en mijn spullen opruimen en dan kan hij weer lekker het land in. En dan zal die geit wel gaan rollen. Maar nu eerst even een soppie pakken en hem lekker afsponsen. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik wilde op stal wilde ik nog eventjes wat vloggen, maar toen hield mijn camera ermee op de batterij en zei battery exhausted. Dus die had het ook een beetje heet. Stom vliegen. Dus dan nu maar even thuis. Ik heb me inmiddels al lekker gedoucht en wat lekkere koele kleren aangetrokken. En mijn hoofd is al nog steeds oververhit, maar goed, het is ook gewoon warm, jongens. Dus ik ben wel eventjes Club Den Burger gaan maken, want kijk. Ik heb net lekker het badje opgeblazen. Of de pomp heeft dat gedaan. En ik ben hem nou vol aan het laten lopen met water. En ik ga nu eerst de wentelteefjes maken. Want mijn zusje en ik hebben daar super veel trek in. En we hebben eieren en we hebben melk en witbrood. En kaneel en suiker. Dus ik ga dat nu eerst even doen. Want het is nu iets van bijna 1 uur. Kort voor 1 uur. Dus we hebben wel trek. Dus ik ga even de keuken in. Kijk, wat lekker. Wentelteefjes, it is. Mijn zusje en ik gaan nu lekker wentelteefjes eten. Ik was even vergeten te zeggen dat Lisette zometeen, of eigenlijk, ja, het is al na ene, dus hij staat al binnen. Ze heeft warmers even binnen gezet, want het wordt nu gewoon echt heel heet en ze hebben geen schaduw op het land. En dat is natuurlijk gewoon wel belangrijk, dat ze niet staan weg te fikken daar in de zon. Dus Lisette heeft hem gelukkig eventjes voor me binnen gehaald en dan kan hij lekker in de stal staan. Dat is ook lekker cool daar, dus dat is fijn. En ze hebben een soort paddockje aan de stal, wat ik vanochtend ook liet zien natuurlijk. Dus als die buiten wil staan, dan kan dat altijd nog. En ik ga deze nu even afmaken en dan kunnen wij lekker eten. En van het zwembad weer naar de stal. Ik ben weer op stal. Het is nu 6:15 geweest. En we gaan lekker laten eten, dus ik kom hem nu even voeren. Ik geef hem altijd een kilo Pavo Allsport. En ik ga het gewoon afwisselen. En omdat het zo heet is en hij dus veel zweet, geef ik er ook elektrolyten bij. Dat is van Pavo, de elitebrokjes. De elite
hoe je het ook uitspreekt, elektrolytenbrokjes. Moeilijk hoor. En dat ook omdat die natuurlijk veel vocht en ze gaan veel mineralen verbrand, veel zouten. En dat moet je wel weer aanvullen, omdat die anders merk je dat hij toch een beetje traag wordt. Dus dat ga ik hem eventjes geven. Kijk eens jongen. Dat is lekker. Hop. Kijk eens. Dat is fijn, hè. En het rielvoer hebben ze hier... Auw, steekvlieg. Hebben ze hier gewoon lekker voor de stal. Dus dat wordt ook niet vies. En daarmee verspil je dus eigenlijk ook geen rielvoer. En het voer kunnen we hier dus gewoon klaarzetten voor de volgende ochtend. Als je gewoon de schep klaarzet, dan krijgen ze dat de ochtend. Gelukkig stond hij al lekker op tijd binnen. Dus hij was lekker cool en niet zo oververhit. Want buiten is het gewoon echt veel en veel te heet. En in de stal is het lekker cool. Dus ik ben blij dat hij lekker binnen stond. En ik ga nu ook weer naar huis. De dag die zit er ongeveer op. Vanavond nog even een beetje chillen. En dan op tijd naar bed en morgen weer vroeg. Want ja, het is natuurlijk hartstikke warm. Dus morgen ga ik hem ook weer gewoon vroeg rijden. Maar hij is echt al de hele dag gewoon touw en springerig. En ja, ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Het lijkt wel door het weer te komen of zo. Dat het alles alle kanten op springt. Nou, ik ga er een eind aan breien. Vond je dit nou een leuke vlog? Laat het dan hieronder in de reactiestuk even weten. En als je andere ideeën hebt om te vloggen, laat het dan vooral ook even weten. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan bedank ik je voor het kijken en tot de volgende vlog. Doeg!